Levato hier uit je reis die ons hartelijk en heet je welkom te deze korte Bijbelbetrachting. Van nu lees ik Johannes tot 16e kapitel de verse 16 tot 24. Toen zei ik dat, om de korte tijd wil je mij niet zijn, en waar aan de korte tijd wil je mij zijn, wist ik mijn vader go. Dan zei eens je van zijn jongen bij zich, wat meint hij daarmee, want hij zei, je wil mij aan de korte tijd niet zijn, en waar aan de korte tijd wil je mij zijn, en ook, wie zei hem vorig go? Toen zeiden ze, wat meint hij met een korte tijd? Wie weet hij niet wat hij aan zei wel? Jezus wist dat ze aan ihre vrouw willen en dan zei hij aan, vraag je jund een ander wat het door met meint, wanneer ik zei, je wordt mij een korte tijd niet zijn en waar een korte tijd wil je mij zijn? Ik zei in de woord, je wordt hele en jammeren während de wereld zich vrije wordt. Je wordt treuren op een jonge treurigheid. Zal zich om andere dan zich vrijen. Wanneer een kind of een vrouw een kind ter wereld brengt, als ze bekemmert, wil ze er tijd als je komen. Maar wanneer het kind eerst geboren is, is de vrijheid dat het kind ter wereld gebracht is, zo groot dat zij van al er treuren verjaagt. Doorwein zijn je nu ook treurig, op ik wil je ware zijn en daarom wil je je van harte vrijen en de vrijheid zal je een China wegnemen. Wanneer de dag komt, wil je mij nog niet meer vragen, ik zei je over de waarheid, mijn vader, wil je alles geven aan wat je aan in mijn naam vraagt. Maar nu heb je niets in mijn naam gevraagd, vraagt en je wordt het schreeuwen dat je dat aan China vrijheid veelt. Dit is een van de grootste Bijbelteksten die we hebben in het Nieuwe Testament. Jezus redt van zijn dood en van zijn opstaan. En de jongen vroegen zich wat Jezus eigenlijk redde. Ze verstonden de woorden niet en het werd alle niet duidelijk. Waar het om de auferstehung van de doden gaat, is ook de wereld van nu en dag door hun onder. Ze verstaat dat niet. Wanneer de geleerden vraagt, dan worden ze zeggen, dat je het niet, dat kan het vielleicht geven. De mogelijkheid worden zijn. In vele geloven dat ook wanneer Jezus zal opgestaan zijn, dat het geen bediening voor ons van jou hebben. Zo ook over de auferstehung, wanneer men daar reich over nadenkt in zijn weltelijke zin, dan versteht men dat niet, want we hebben het nog niemals gezien. En zo werd het damals ook. Jezus redt van zijn dood en opstaan. En dat is de middelpunt van onze ganze Erlösung. En vielmals hebben we problemen met dat rechtig te verstaan. Wat Jezus wil zeggen hier, dat hij wil zijn leven geven, hij wil een korte tijd weg zijn en hij wil ware opstaan. En dan wil de jongen er vrijheid volkomen zijn. Want zij dat zijn worden, dat de dood werkelijk besiegt werd. En laten we toch hier wat we maar recht over nadenken. Wanneer we de zekerheid hebben dat de dood besiegt is, en wie dat leven kennen, dat Jezus ons versproken heeft, en verspreken deed dat wie die we leven worden met hem voor immer leven, dan mag in ons hart ook een vrede over deel komen. En dat is wat de jongen zagen, nadat dat Jezus opgestaan werd. En zij werden met grote vrijheid erveld. Zij zagen dat de dood nu werkelijk besiegt werd. Zij vangen immer om beter te verstaan. En Jezus zien dood en zijn opstaan, geeft nog een grote vrijheid, dat wie de erhoring van onze gebeden hebben. Jezus zegt, wat je in mijn naam den Vader beden wordt, wat hij je geeft, dat je dat aan China vrijheid veelt. Dat is dat grootste wat je van Jezus zijn dood en van zijn opstaan, dat we nu door hem in zijn naam toegang naar Vader hebben. De Vader, die alles eent, die de ganze wereld eent, die alle schatzen en alle heiligheid heeft,
en die ons tot geven kon wat we brugge, omdat ons hart zich met de rechte vrede opvallen deed. Lieve Tohira, dat is een groot wat je verheißung. Wel we die in aanspraak nemen. Voor de hemel, we danken die im Namen Jezus voor dit grote verspreken. Ook wie verstonen vergemals niet rechtig, en vergemals zijn onze uren nog deelwies blind. Voor de grootwaardigheid van die erlezing voor ons. Merk ons de uren op dat we reich en klaar zijn en dat ons hart over de ganze erlezing met vrede erveld wordt. Amen.